Right, we are going to do a session. We gaan nu een sessie doen. In terms of spiritual warfare. Maak even met geestelijke oorlogsvoering. But looking at the feasts, the seasons of the feast that God puts in the Bible. Kijkend vanuit de feesten, de seizoenen van de feesten die God in de Bijbel heeft geplaatst. Now most people see the feast as this party time. Nou, de meeste mensen zien de feesten als tijd voor een feestje. If I invite you to a party at my house. Als ik jullie zou uitnodigen voor een feestje in mijn huis. There's an expectation of some food. Dan verwachten jullie lekker eten. Some fun. En plezier. Some dancing maybe, ja, if you're into that. Dansje als je daarvan houdt. You understand? That's the world idea of a feast. Dat is het wereldse idee van een feestje vieren. In many ways, the feast as we see it in the Jewish tradition. Maar op vele manieren, de feest dus als we zien in de Joodse traditie. Is also focused around the food. Daar is inderdaad ook een focus op het eten. And the times of God's word for us. En de tijden van Gods woord voor ons. But what we're going to look at specifically is the application of the principles. Maar waar we speciaal naar gaan kijken is de toepassing van de principes that God has with his feasts. Die God heeft met deze feesten. Now, I just want to start off with this declaration. Nou, ik wil beginnen met deze verklaring. We don't have time to cover all the feasts. We hebben geen tijd om alle feesten nu te There's gaan behandelen. A whole list of them. Want daar is echt een hele lijst van. An example. Ik ga er eentje uitpikken ten voorbeeld. And pull through the exact ideas of spiritual warfare that are associated with Passover. En daaruit ga ik eigenlijk alle principes van geestelijke oorlogsvoering trekken, zoals ook met Passover is bedoeld. And then I'm going to ask you to go back and look at Sukkot and Shavuot and all the other feasts. En dan ga ik aan jou vragen om voor jezelf terug te gaan in Sukkot en alle andere feesten. And understand what those spiritual principles are. En dat je gaat begrijpen wat die geestelijke principes daarin zijn. So that you can apply them in times. Zodat je ze bij de juiste tijden kan toepassen. So let's start off with the first concept I want to leave with you. Laten we met het eerste idee gaan beginnen wat ik bij jullie wil achterlaten. Passover generally is about salvation. Passover is in het algemeen over de redding. About being born again. Over het wederom geboren worden. Shavuot, which we've just experienced. Shavuot, wat we zojuist hebben meegemaakt. Is about getting the word, the living word from God. Dat gaat erom dat we het levende woord van God. And the Holy Spirit. En de Heilige Geest ontvangen. And Sukkot. En Sukkot. Is this marriage with Yeshua and the bride of Christ. Is de bruiloft van Yeshua met de bruid van Christus. So you need to understand that every time we go through the cycle of feasts. Dus je moet begrijpen dat iedere keer als we die cycli van de feesten doorleven. You can be enjoying the food. Dan kun je inderdaad van het eten genieten. And the traditions. En van de tradities. But you must understand that we're busy. Maar je moet wel begrijpen dat we dan bezig zijn. Becoming the bride of Messiah. Met het worden van de bruid van Christus. There are many of us. Er zijn velen onder ons. Who will come to that day? Die dag zullen gaan bereiken. And if you follow the parables that Yeshua uses when he's on earth. En als je kijkt en navolgt de parabels die Yeshua gebruikte toen hij op aarde was. And specifically in the New Testament, he has three parables about a wedding. En speciaal in het Nieuwe Testament heeft hij drie parabels over een huwelijk. And you'll find he's invited people to be there. En je ziet dat hij mensen heeft uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. But they don't want to come. Maar ze willen niet komen. And there's people that are invited. En er zijn mensen uitgenodigd. But they're not going to be the bride. Maar zij zullen niet de bruid zijn. So you need to understand if that's the truth of this message. Dus je moet begrijpen als dat de waarheid is van deze boodschap van de feesten. Then we need to know that we are applying the warfare principles. Dan moet je weten dat wij moeten toepassen de principes van oorlogsvoering. In our own lives. In ons eigen leven. But also in the community that we live. Maar ook in de gemeenschap waarin we leven. So that we are reflecting God's glory. Zodat we een reflectie zijn van de glorie van God. And you can reflect. En dat kun je presenteren. The image of the bride of Messiah. De bruid, het beeld van de bruid van Christus kun je dan uitstralen. How sad a day. Hoe verdrietig dat vandaag de dag. If you get to Sukkot. Wanneer je bij Sukkot aankomt. And you're only a guest. En je bent slechts een gast. You've missed it. Dan heb je het gemist. Not by much. En best wel heel veel. But you've missed it. Nou, je hebt niet heel erg gemist, maar je hebt het toch gemist. So stop back now and let's look at these feasts. And I'm talking to you only about Passover. Nou, neem een stapje terug. Dan gaan we naar de feesten kijken. Ik ga met name uitpikken Passover. So what's important is God is talking here and he's talking in the principle.
Dus wat belangrijk is, God is hier aan het woord en hij gebruikt hierbij het principe about exposing his glory, his purpose for the world. Over zijn glorie uit te spreiden, zijn doel met de wereld uit te rollen. And he comes and he says, these are my feasts. En hij zegt daarbij, dit zijn mijn feesten. They don't belong to a people. Ze behoren niet aan een bepaalde bevolkingsgroep toe. The Jewish people have kept these feasts. Het Joodse volk heeft dit feest inderdaad gehouden. Like I've indicated, around the food and the traditions. Zoals ik al gezegd hebben ze, het ging dan voornamelijk om het voedsel en om de tradities. While the churches rejected them. Terwijl ondertussen de kerk dit feest eigenlijk geweigerd, verworpen heeft. If we think that we the bride, if we think the church is the bride. Kijk, als wij denken, de indruk hebben dat de kerk de bruid van Christus is. Then for heaven's sake. Dan in naam van God. Yeshua kept Passover. Als Yeshua het Passover hield. He died there. En hij stierf daar zelfs. And rose again. Hij stond op. He made a promise for Shavuot. En hij heeft een belofte uitgedaan voor de Shavuot. He said, I'm sending the Holy Spirit to be with you. Hij heeft gezegd, ik ga de Heilige Geest sturen om voor altijd bij jullie te zijn. So in a sense. Dus in feite. I could say, I don't have to keep Passover anymore. En ik zou kunnen zeggen, ja, ik hoef het niet meer Passover, hoef ik niet meer te houden. And I don't have to keep Shavuot anymore. En Shavuot evenmin. But surely, if you understand that. Vast en zeker, als je dit begrijpt. Then you desperately want to be keeping Sukkot. Wat ik nu ga zeggen, dan wil je echt heel graag met alles wat in je Sukkot gaan Because houden. Because we want to be the bride. Omdat wij bij de bruid willen horen, die willen we zijn. So keep that in mind. So it's for all of people because Abraham. Dus houd het in gedachten. Het is voor alle mensen, want Abraham had a mandate for all nations. Je had een mandaat ontvangen voor alle naties. Remember I said we're supposed to from the center of the earth. Weet je nog wat ik heb gezegd? Dat wij, de bedoeling is dat wij vanuit het centrum van de aarde. From the Garden of Eden, vanuit de Hof van Eden. From the camp in the wilderness, vanuit het kamp in de wildernis. And from the living stone tabernacle, en vanuit het tabernakel gemaakt van levende stenen. We must be blessing those people outside. Dat wij een zegen zullen zijn voor alle mensen buiten. We must be showing them that Sukkot is on its way. Wij moeten hen laten zien dat Sukkot in aantocht is. So, dus. Remember when the people leave Egypt? Herinner je wanneer het volk Egypte verliet? They said there were 600,000 people that were sons and descendants of Jacob. Er werden gezegd dat er 600.000 mensen waren die zonen en afstammelingen van Jacob waren. But there were also 400,000 other people who chose to accept and to believe in the God of the Bible. Maar er waren ook 400.000 andere mensen die ervoor kozen om te accepteren en te geloven in de God van de Bijbel. So from the very beginning of the Exodus. Dus vanaf het allereerste begin van de Exodus. The start of the story that we're following. Het begin van het verhaal dat wij gaan volgen. There's a mixed multitude. Daar is al een gemengde menigte. And so we must look and say. Dus we moeten gaan kijken. This is not about the Jewish people. En ook zeggen, het gaat niet alleen om het Joodse volk. It's about the bride of Messiah. Het gaat om de bruid van Christus, van Messias. Now there are a whole lot of set apart days. Nou zijn een heel stel apart gezette dagen. And each one of these days. En elk van die dagen. Speaks to some form of intimacy. Heeft die weerspiegelt een bepaalde vorm van intimiteit. Or some form of relationship. Of van een vorm van relatie. That God wants us to have with him. Waarvan God wil dat wij dat met hem hebben. So that we are empowered to be the bride of Messiah. Zodat wij bekrachtigd zijn om ook inderdaad die bruid te zijn. If I stop for a minute at Shavuot. Als ik even je stilsta bij Shavuot. Pinkster as we call it. Wij noemen dat dan Pinksteren. What is Pinkster about? Waar gaat dat dan om? It's about a marriage proposal. God comes to say, will you marry me? Het gaat om een huwelijksaanzoek. God komt en die zegt, wil jij met mij trouwen? And so the heart of this is, am I committed? Dus het hart hiervan is, ben ik ervan overtuigd? And am I in unity? En ben ik in eenheid? You see, and the reality is, I can't go to war. En de realiteit is, ik kan niet ten strijde trekken. If I don't make a full commitment. Als ik niet mij volledig heb toegewijd. You see, a soldier. Want kijk, een soldaat. Who has one foot at home. Die met zijn ene voet nog thuis staat. And one foot on the battlefield. En met zijn andere op het oorlogsveld. Is totally useless. Die is volledig onbruikbaar. We have to be committed, fully committed. We moeten echt 100% toegewijd zijn. And then I must be in unity with all of those around me. En dan moet ik nog in eenheid zijn met al diegenen om mij heen.
How's that idea of unity shown to us? Nou, hoe wordt dat beeld van eenheid aan ons getoond? God comes and he says we are living stone tabernacle. God komt tot ons en hij zegt wij zijn stenen, levende stenen uit de tabernakel. How was that tabernacle made? Maar hoe is die tabernakel gemaakt? There were planks. Nou, er waren planken. They were put together. Die waren samengevoegd. And there was a little clip. En er was een klein clipje. At the top of the plank. Aan het bij het einde van de plank. And each plank was joined to the other plank. En elk plank werd zo met een haakje en een oogje aan elkaar verbonden. You see, are you joined with the people around you? Kijk, je moet je dus verbinden met de mensen om je heen. If we don't have that kind of intimate joining. Als wij niet zo intiem met elkaar verbonden and zijn. And we go to battle. En dan gaan we de oorlog in, de strijd in. Then we're going to have miscommunication. We gaan elkaar niet begrijpen. And we're going to have misdirection. En we gaan allemaal naar de andere kant uit. And some people are going to walk backwards. En sommigen die lopen zelfs terug. And some people are going to attack. En sommigen die gaan aanvallen. Do you understand the context and the sincerity and the seriousness? Begrijpen jullie het hele context en de echtheid en de ernst van dit hele idee? So God sets these dates. Dus God heeft deze dagen neergezet. But with the date. Maar met die data. There's this protocol that we must try to understand. Er is een protocol waarbij we moeten proberen te begrijpen. And God doesn't allow us to add and subtract to that protocol. En God staat niet toe dat wij daar wat bij toevoegen en wat er van afhalen. So there are many traditions. Dus er zijn heel veel tradities in omloop. Wonderful traditions. Prachtige tradities ook. But they're not written in the Bible. Maar die staan nergens geschreven in de Bijbel. So you can keep them. Dus je mag ze gerust houden. On Passover you can have the meal. En met Passover kun je een prachtige maaltijd houden en de kaarsen aandoen. Wonderful traditions. Dat is een prachtige traditie, gewoonte. But if you choose to keep Shabbat in a different way. Maar als jij ervoor kiest om de Shabbat op een andere manier te houden, maakt ook niet uit. Because God wants to know, are you at rest? Maar God wil alleen weten één ding: ben jij in rust? And are you listening to me? En luister je naar mij? Do you understand the idea that we're talking about? Begrijpen jullie wat ik probeer te zeggen? And so it's when we look at those protocols. Dus als we naar deze protocollen kijken. That we really start to understand the principle that God is driving for. Dan moeten wij echt gaan begrijpen het principe van waaruit God werkt. And so while all these traditions are very nice. En terwijl al die gewoontes heel aardig zijn. Sometimes they can be an impediment. Soms kunnen ze eigenlijk tegenstrijdig zijn. If I focus on these traditions. Als ik me zozeer met al die tradities bezighoud. Then I'm going to miss the message. Dan ga ik eigenlijk de inhoud, de boodschap ervan missen. And that's the spiritual thing I want to talk about in Passover. Dat is het geestelijke ding waar ik het bij Passover met jullie van wil hebben. Over wil hebben. All right. We don't worship these days. Nou, we bewaken deze dagen niet. In the manner that he prescribes. Zoals wordt beschreven, hij beschrijft. Then we're wasting time. Als we dus dat niet die dagen beleven zoals God ze voorschrijft, dan zijn we eigenlijk onze tijd aan het verdoen. And we're not showing people the purpose of the feast. En bovendien laten wij dan aan de mensen niet het doel van die feesten zien. You see, remember, we keep talking about the idea of worship. Want kijk, wanneer we blijven praten over het idee van aanbidding en lofprijs, so that we can go to war, zodat we ten strijde kunnen trekken. Right. So mankind has a habit of making a ritual out of everything. De mens heeft gewoon een gewoonte om overal een ritueel van te maken. And the minute we put things on people, en zodra we dingen gaan leggen op mensen, it puts a bondage on them. Dan eigenlijk binden we ze daarmee. And then we hide the idea from that God wants. En dan eigenlijk houden we ze weg van het idee wat God met and ze wil. These things become an idol. En dan worden die dingen die wij op ze gelegd hebben, worden dan afgod. And so I'm really asking you to look at these feasts. Dus ik wil echt vragen aan jullie, kijk naar die feesten. In a way which says I'm going to reflect the glory of God. Op zo'n manier dat jij zegt ik wil reflecteren de glorie, de overwinning en majesteit van God. In Isaiah 1 verses 10 to 15. In Isaiah 1 vers 10 tot 15. He says give an ear to the instructions of God. Er staat luister naar de instructies van God. There's a beautiful interpretation of the word Torah. Er is een prachtige vertaling van het woord Torah. It says it is the understanding of the messianic age. Er staat het is het begrijpen van het messiaanse tijdperk. It's the things that you need to know to be able to walk in victory. Het zijn die dingen die je nodig hebt
om in overwinning te kunnen wandelen. And God says, don't bring me idols that are man-made. En God zegt, breng bij mij geen afgoderij die door mensen gemaakt is. Because I don't like them. Want ik hou daar niet van. And the consequence of that en de consequentie daarvan is that God is gonna get cross with us. Dat God op een gegeven moment boos op ons wordt. He's gonna rage against us. Hij wordt misschien zelfs woedend op ons. And he might even go so far as to destroy us. En hij kan zelfs zo ver gaan om ons te vernietigen. So there are specific dates and a place to meet. Dus er zijn specifieke data en plaatsen om te ontmoeten. And this one of Passover is in the spring. En deze van Passover is in de lente. And it's at the barley harvest. Het is bij de tarweoogst. And these feasts fit into a cycle of the moon. En deze feesten passen in de cyclus van de maan. So what is the Hebraic understanding within the context of spiritual warfare? Nou, wat is het Hebreeuwse begrip in het context van geestelijke oorlogsvoering? Every single feast points to a prophetic warfare timeline. Elk specifiek feest wijst heen naar een profetische oorlogsperiode in de tijd. Did you get that? I said it points to a prophetic warfare timeline. Dus de feesten hebben te maken met een bepaalde oorlogsvoering in de tijd. Said differently. Elk op een eigen manier. You cannot stand at Sukkot as the bride of Messiah. Het is onmogelijk om bij Sukkot te zijn, het feest te vieren als de bruid van Christus, van Messias. If you've not gone to warfare with him at Passover. Als je niet eerst met hem oorlog hebt gevoerd bij Passover. You have to apply the principles to become the bride of Messiah. Je moet al die stappen doorlopen, die principes uitvoeren om zijn bruid te worden. So through this journey of the feast. Dus door deze hele reis van de feesten heen. It helps us to understand exactly what we should be doing. Is het goed voor ons om exact te begrijpen wat wij moeten doen? In the context of the warfare. In het begrip van oorlog voeren. And more importantly, the time. En nog beter, wat moet je wanneer doen? I said to you, we're in a bad time now with all the things happening of COVID and Ukraine and all sorts of funny things with the economy. Ik heb al gezegd, we leven een hele slechte tijd op dit moment, met alles te maken met COVID en met de Oekraïne en wat er gebeurt met de economie. So is this a reflection of the end times? Nou, is dit een reflectie van de eindtijd? Maybe. Misschien. But then you and I should be fighting the warfare with God. Maar het is de bedoeling dat jij en ik aan het vechten zijn in de strijd van God. You see, if the world is becoming more and more and more evil. Kijk, terwijl de wereld al maar donkerder en slechter wordt. God says those that serve him. Zegt God dat degenen die hem dienen. Become more and more light. Die worden al maar stralender en lichter. And if you're telling me these are the end days. En als jij mij zegt dat dit de eindtijd is. Then Revelation says to me that Yeshua is coming back on a horse to fight. Zegt Openbaring tegen mij dat Yeshua terugkomt op een paard om te vechten. And he's looking for people. Hij is op zoek naar mensen. That will be soldiers. Die soldaten willen zijn. Soldiers and priests. Soldaten en priester. And so we have to be following this so that we are wearing the right clothes. Dus we moeten dit allemaal goed uitvoeren zodat wij de juiste uitrusting aan hebben. Carrying the right gun. De juiste wapens in onze handen. And ready to fight. En gereed zijn ook om te vechten. So this is the importance of what we're doing. Dus dit is het belang van waar we mee bezig zijn. So Passover is kept in the wilderness. Dus Passover dat vond plaats in de woestijn. Remember there was the first story at the beginning of the wilderness, Exodus. Weet jullie nog het eerste verhaal dat begon bij de Exodus? But the people spent 39 years in the wilderness moaning and groaning. Maar 39 jaar lang bevond het volk zich in de wildernis klagend en mopperend. Every time God wants them to do something. Iedere keer als God wilde dat ze iets zouden doen. They worry about can we have onions and sweet lemons and sweet melons and nice things. Ja, maakten zich alleen maar zorgen of ze nog wel de meloenen hadden en de uien, de komkommers enzovoort. And they moan about the water and the food. Of dan weer klagen mopperen over water en voedsel. And so that first generation dies out. Dus die eerste generatie die sterft ook uit. Because although they were free. Want ook al waren ze bevrijd and sons of the covenant, en zonen van het verbond, they never became priests and warriors. Zijn ze nooit priesters en strijders geworden. And so it was the next generation that stood up. Dus het was pas de volgende generatie die opstond. 39 years, en na 39 jaar, God gives the story to Moses. He says, start to take the people to the river Jordan. Geeft God een boodschap aan Mozes en die what zegt, are we going to do? Ga het volk brengen naar de rivier de Jordaan. We're nou, wat going gaan to wij enter doen? The land. We gaan het land binnentrekken. But you see, you don't just enter the land. Maar kijk, je trekt niet zomaar naar binnen. You have to fight the giants in the land. Je zal de reuzen in het land moeten bevechten. You see, it's a very clear picture. Go over the river. Het is een heel duidelijk beeld. Ga build de rivier an altar, over. Bouw een altaar. Make a commitment to God. En maak een toewijding aan God. And then go and fight. En dan ga je vechten. Go and fight. Vechten. Go and fight. Hup, vechten. And when you've dealt with all of the enemy. En als je afgerekend hebt met alle vijanden. Then you appoint a king.
Dan ga je een koning aanstellen. En je gaat een tabernakel bouwen. And I will come and dwell with you. En dan kom ik om bij jullie te wonen. We're replacing the Garden of Eden. Nou, we gaan dus in dit de Hof van Eden vervangen. What's interesting of this picture? Nou, wat is het interessante aan dit beeld? These people are focused on their warfare. Deze mensen zijn volledig geconcentreerd op het oorlog voeren. Remember in Numbers. Herinner je in Numeri? There's the story where they come to count the people. Daar is een verhaal dat ze zijn begonnen met het tellen van de mensen. And we think it's about a number. En wij denken dat het om een aantal gaat. But the real interpretation of those words says, make your life count. Maar de echte vertaling van dit opdracht is: become something worthwhile. Zorg dat je leven telt, dat het een meerwaarde heeft, dat het van belang is. Don't make mistakes. Maak niet de fouten. Let's make the connection. Even die verbinding maken. Garden of Eden. Oké, de Hof van Eden. What happens? Wat gebeurt daar? This little snake comes in. Daar komt die kleine slang. Talks to Adam and Eve. Die begint te praten tegen Adam en Eva. And they give up everything they're supposed to have. En ze geven weg alles wat ze eigenlijk behoren te hebben. The other people of God are ready. Oké, de andere volk van God, het is remember, klaar. 600,000 of sons of Jacob and 400,000 others. 600,000 zonen van Jacob, 400,000 anderen. The descendants of them. De afstammelingen van hen. They're ready to go into the land. Ze zijn gereed om het land in te trekken. Another snake comes. En dan komt er een andere slang. Remember the story as they go in? Herinneren jullie je nog het verhaal wanneer ze naar binnen wilden trekken? These people come along. Die mensen die komen langs. And they say we from far away. En ze zeggen: "Oh, we komen van heel erg ver weg." Please can we make covenant with you? Oh, wil je met ons een verbond gaan maken? And Joshua makes the same mistake. En Joshua die maakte dezelfde fout als die Adam en Eva hebben gedaan. And so the plan of God gets derailed again. En zo wordt het plan van God weer op een zijspoor gezet. One of the lessons we have to have at Passover is één van de lessen die wij tijdens het Pasover moeten hebben. Snake. Welke slang of compromise van compromis sluiten is coming to you every time. Komt naar jou iedere keer toe. What compromise are you being asked to make? Welke maak compromis ben jij bereid om iedere keer te maken? God's got a plumb line for how he wants us to live. Want God heeft een loodrecht paslijn. He's expecting us to live to this principle. En hij wil dat jij naar die principes gaat leven. Who's coming to you to say, let's just change it a little bit. Wie is degene die naar jou komt die zegt, nou laten we het een klein beetje veranderen. And if you accept that move, want als jij die verandering accepteert, dan is de slang opnieuw teruggekomen in jouw leven. So what's interesting? Dus wat interessant is, it's the battle of Jericho. Dat is ook de strijd van Jericho. You know the story. Jullie kennen het verhaal allemaal. It's their very first battle. Het is hun eerste strijd. And God gives them very clear instructions. En God geeft hele duidelijke instructies. In this particular case. In dit specifieke geval. They don't take the sword. Pakken ze niet het zwaard op. They will walk around the city. Maar ze lopen rondom de stad. Walk around the city. En ze lopen er nog eens om. Again and again and again. Nog eens en nog eens en nog eens. And on the last day they will blow the shofar. En op de laatste dag blazen ze op de shofar. I'm going to show you in a process of some verses now. En ik ga jullie nu een proces laten zien van een aantal versen. Look at the book of Revelation. Want als je kijkt naar het boek Openbaring. You'll see the exact repeat. Dan zie je een exacte herhaling van deze oorlogsvoering. What I'm saying to you today, wat ik dus vandaag zeg tegen jullie, is if you don't understand Jericho, dat als jullie het verhaal van Jericho niet begrijpen, and you haven't learned the lessons of that warfare, en je hebt uit die oorlogsvoering geen lessen getrokken, and you don't know when to stay quiet, en je weet niet wanneer je stil moet and zijn, you don't know when to blow the shofar, en je weet ook niet wanneer het tijd is om op de shofar te and blazen, you don't let the praise and worship go in front of you, en je laat niet de lofprijs en aanbidding voor je uitgaan, then you're not ready for the battle of Revelation. Dan ben je niet klaar voor de strijd van de Openbaring. Right, so we must keep the feast of unleavened bread. Oké, we moeten dus behouden het feest van de ongezuurde brood. Now it's interesting we read about Passover. Oké, we lezen dus over Passover. But it's only one day. Maar het is maar één dag. And immediately after that we have a feast of unleavened bread. En daarna meteen komt dan het feest van ongezuurde broden. And now we can keep that feast in the physical domain. En dan kunnen we dat in het fysieke wereld kunnen we dat houden. It's this funny little bread that doesn't have yeast in it. Het is een heel grappig klein stukje brood, er zit geen gist in. And surprisingly if you buy the one in the shop it tastes terrible. En gek genoeg, als je het in de winkel koopt, het smaakt nergens naar. But there are lots of recipes. Maar er zijn allerlei recepten. That you can get, and if you're prepared to bake it yourself. Die kan je krijgen, en als je bereid bent om het zelf te bakken. You'd probably be prepared to eat it every day of the year. Dan word je misschien zelfs genegen om het elke dag van het jaar te gaan eten. And I'm going to ask you a question up front for you to think about in the meantime. En ik wil ondertussen alvast vooraf een vraag aan jullie stellen. Daar kun je ondertussen over nadenken. If this feast of unleavened bread, the 7 days of matzah was so important.
important. Als dit feest van ongezuurde broden, dat 7 dagen matzes eten, als dat zo belangrijk is. And it made a change in your life. En als dat een verandering in jouw leven heeft gebracht. Would you not do it every single one of the days in the rest of the year? Zou je dat niet daar eigenlijk alle andere dagen van de rest van het jaar willen doen? And why not? En waarom niet? And I'm going to test you with Paul. En ik ga jullie testen met the Paulus. Strange rabbi. Hij is een hele vreemde rabbijn. So we have to be prepared for the end time battle. Dus we moeten ons gereed maken voor de eindtijdstrijd. It's a dress rehearsal. En het blijft een repetitie, een generale repetitie. It's a play war. En het is eigenlijk een toneelstuk, deze oorlogsvoering. And so what I'm saying is, you cannot be the bride of Messiah. Ik zeg jullie nog één keer, je kan niet de bruid van de Messias zijn. Until you've kept the battle of Jericho. Totdat je hebt gehouden aan de strijd van Jericho. So if Yeshua keeps the feast. Dus als Yeshua de feesten hield. Why don't you? Waarom jij niet? So let's look at these warfare principles. Laten we even kijken naar de principes van de oorlogsvoering. God's commandment go back many decades. Okay, de opdracht van God die gaat terug vele eeuwen. And as they're going into the land. En terwijl ze het land ingaan. Joshua says, wait, we can't go over until we've kept Passover. Zegt Joshua, stop. We kunnen niet verder trekken totdat we Passover hebben gehouden. And you will see that Joshua keeps these 7 days. En je zult zien dat Joshua deze 7 dagen ook echt honoreert. It says he enters the land on the 14th day of the month. Hij zegt dat hij het land intrekt op de 14e dag van de maand. And then he keeps the 7 days. En dan houdt hij zich strikt aan die 7 before dagen. Before he goes to war. Voordat hij ten strijde trekt. And says, tomorrow we cross over into your land. Hij zegt, morgen dan gaan we oversteken het Amanda land in. Amanda spoke about the land. Nou, Amanda sprak over het land. We're not worried about a piece of soil in the Netherlands or in South Africa or in the USA. We maken ons niet druk over een stukje aarde in Nederland of Afrika of in Amerika. We're worried about your calling, your spiritual calling, your spiritual land that you're supposed to have. Wij maken ons druk over jouw geestelijke roeping, jouw geestelijke land waar jij recht op hebt. And so this is the verse you can write down. They kept the path. Passover on the 14th day of the month. Dus dit zouden jullie kunnen overschrijven, Joshua 15. En zij hielden zijn Passover op de 14e dag van de maand. And then they ate the produce of the land. En toen aten ze de opbrengsten van het land. Interesting. Interessant. For 40 years through the wilderness. Eerst 40 jaar door het woestijn. God provides water. En God voorziet in water. And manna. En manna. And quail if you like it. En ook zelfs kwarrels als je wilt. And all sorts of other things, but ja. He feeds them for 40 years. En allerlei andere dingen, maar hij geeft ze, hij voedt ze, hij onderhoudt ze 40 jaar lang. But the day that you cross over into your land. Dat ze het beloofde land in zijn getrokken. God stops providing. Komt God weer voorzien? Because you see. You nee, stop. Have to fight. Voorziet God niet meer, maar jij wordt dan geacht om te gaan oorlog voeren. You have to plow the land. En jij zal het land moeten gaan you bewerken. You have to take the rocks out. En jij zal je altaar moeten you bouwen. You have to plant the seeds. Jij zal de zaden moeten planten. You have to make the harvest. En jij zal moeten oogsten. God's provision for the wilderness stops the day you start to fight. Gods voorzienigheid, zoals in de wildernis, die stopt op de dag dat jij begint te vechten. If you're not prepared to fight, dus als jij niet bereid bent om te vechten, you're staying in the wilderness. En je blijft achter in de woestijn. And you never reach your destiny. Omdat je niet wil vechten. En dan zal you je never nooit reach your calling. Je bestemming bereiken. Je zal nooit je roeping uitleven. And the worst of all of this is you never leave a legacy. En het erge van dit alles is, je zal nooit een erfenis achterlaten. So not only do we celebrate deliverance, which is the normal message that we get to this. Dus niet alleen vieren wij de bevrijding, wat de normale betekenis is hiervan. But we celebrate a meaningful call to spiritual warfare. Maar wij vieren ook een hele belangrijke roeping your tot geestelijke oorlogsvoering. Your engagement with the enemy starts on this day. Jouw confrontatie, met de vijand begint op die dag. So the lesson of Jericho is this. Dus dit is de les die we uit Jericho kunnen trekken. As long as Jericho is still in your life. Zolang er nog een Jericho in jouw leven is. The very first thing that you had to overcome. Het eerste wat jij moet overwinnen. If you had some or other issue in your life. Wat voor een zaak er ook speelt in jouw leven. And it's defeated. En het heeft je verslagen. In other words, you have victory. Maar jij gaat dus dat overwinnen. Then you will be able to go on to Jerusalem and to go and build the city. Oké, zodra je dus in Jericho de strijd hebt overwonnen, dan pas kun je doorgaan naar Jeruzalem. But if you've never defeated Jericho, maar als je nog nooit Jericho in jouw leven hebt verslagen, you'll never defeat Jerusalem. Zal je ook nooit Jeruzalem verslaan. Where are we today? Waar staan we vandaag? Tells us that Israel is the apple of his eye. De Bijbel zegt Israël is de appel van Gods oog. Tell me what is happening in Jericho today. Wat gebeurt er vandaag in Jericho? The enemy. De vijand. Rules and reigns. Heerst daar. And what happens? En wat gebeurt er?
Israel does not reign in Jerusalem. Israël is niet degene die regeert in Jeruzalem. You understand the spiritual principle I'm talking about? Begrijpen jullie nu die principe, die geestelijke principe die ik probeer uit te leggen? And so I have an example here, and it's just anyone. You can put any name in here. If you had a problem with lust. Nou, ik ga een voorbeeld geven. Je kan elke naam erin vullen, maar laat het zeggen dat je een probleem hebt met lust. When you were born again. En je bent opnieuw geboren. When you became a son of the covenant. En toen je een zoon van het verbond werd. And you were able to deal with that enemy. En je was in staat om met die vijand af te rekenen. And overcome the enemy. En die ook te overwinnen. Then what happens is you're able to live in victory. En wat er toen gebeurde is, was je in staat om in overwinning te leven. But the moment. Maar het moment. That thing, whatever it is in your life. Die zaak, wat het dan ook is in jouw leven. Resurrects in your life. Dat die weer opstaat in jouw leven. You've lost Jerusalem. Dat moment verlies je Jeruzalem weer uit handen. You've lost the victory. En je hebt ook weer de overwinning verloren. So what do we see? Dus wat zien we? The important thing is the Israelites. Belangrijk is dat de Israëlieten. The first thing they must do. Het allereerste wat ze moesten doen. Is they must return to the land. Ze moeten terugkeren naar het land. And that's where you and I are doing. En dat is waar jij en ik ook mee bezig zijn. So as soon as I sin again. Zodra ik weer begin met zondigen, I've gone all the way back, ben ik weer helemaal terug naar de Jordan River. Nou, eigenlijk naar de rivier Jordaan. And isn't that where Satan wants to keep you? En dat is heel precies waar de Satan jou wil hebben. You see, we must understand spiritual warfare in the context of first of all my own private life. We moeten goed begrijpen dat de geestelijke oorlogsvoering begint allereerst binnenin mijn eigen leven. Before I think I can carry on outside with bigger battles. Voordat ik aan kan denken om buiten grotere strijden te gaan voeren. And if I'm living in victory. Als ik in overwinning leef. Then I can find other people that are also living in victory. Dan kan ik contact gaan maken met andere mensen die ook in overwinning leven. And it's only when we got that group of people who are living in victory. En alleen als we komen tot zo'n groep van mensen die allemaal vanuit de overwinning leven. That we really form a living stone tabernacle. Dan vormen we echt een tabernakel gemaakt van levende stenen. Then we can pray. En dan kunnen we beginnen met bidden. Then we can intercede. En dan kunnen we voorbeden gaan doen. Then we can make petitions. Dan kunnen we eigenlijk petities gaan indienen. Because you see, we're speaking from a platform of victory. Kijk, want we opereren vanuit een platform van overwinning. You see, but the minute there's something in my life which shouldn't be there. Maar het moment dat er iets in mijn leven is wat daar niet thuis hoort. Then I'm no longer pure and holy. Dan ben ik niet meer puur en heilig. And then this joint that's between us. En dan die verbinding tussen ons tweeën. Gets disconnected. Die wordt eigenlijk uit elkaar gehaald. And they're not part of the living stone tabernacle. En dan zijn we niet meer onderdeel van de tabernakel van levende stenen. En helaas, wat we hebben. We have many people that want to go out on all sorts of battles. Er zijn heel veel mensen die allerlei soorten strijden willen aangaan. Go and paint the Buddha image with oil and all sorts of battles. Ja, je wilt misschien een Buddha beeld wel helemaal verpesten met verf. But their own lives are not clean, maar pure and holy. Eigen leven is niet op een rijtje. Het is niet schoon, het is niet heilig en puur. Because we don't have Jericho. En omdat wij Jericho niet hebben verslagen. Flattened in our lives. En helemaal plat gemaakt. We're battling. Dan strijden wij wel. And so in Ezra number 6. In Ezra 6. We see another part of the story. Zien we nog een ander gedeelte van dit verhaal? Remember the people got into all sorts of trouble when they were in the land. Je herinnert je dat de mensen allerlei soorten moeilijkheden hadden toen ze in het land waren? And so at some point in time God gets cross and he says no, you're going into exile and they get taken away. En op een gegeven moment wordt God echt boos en hij zegt nee, weet je wat, ik ga jullie in ballingschap brengen want ik voer jullie weg. And after many years they come back again. Na heel wat jaar komen ze weer terug. And watch the thing, they come back on the same time. En wat het is bijzonder is, ze komen op diezelfde tijd It's terug. It's at Passover they come back to take their city. Weer bij Passover dat ze terugkomen om die stad in te nemen. And they keep the feast of unleavened bread. En ze gaan het feest van ongezuurde broden houden. What I'm showing you, there's a pattern in the word. Wat ik jullie laat zien, er is een patroon te vinden in het woord. That says every time you want to take the land. Dat zegt iedere keer als jij het land wil inwinnen. You have to start with the principle of Passover. Moet je beginnen met het principe van Passover. Now please don't get this wrong. Don't get this wrong. Okay, je wil niet dat je dit verkeerd begrijpt. I'm not saying wait till next year, February, March. Ik bedoel je niet mee, ga even een jaar zitten wachten totdat het volgend Before jaar weer maart start is, something. Voordat je iets begint. I'm saying you must apply the principle of Passover. Het gaat me om het principe, om de inhoud van Passover. So that you can start the process of restoration. Zodat je vanaf dit moment het proces van herstel kan inzetten. All right, when Yeshua comes to walk.
on earth. Als Yeshua komt om op aarde te wandelen. To fulfill his mission. Om zijn bediening uit te voeren. We find exactly the same pattern. Dan zien we precies hetzelfde patroon. The very first recording of him in ministry. Het eerste wat van hem verteld wordt in zijn bediening. Is a little boy at 12. Is een klein jongetje van 12. Having his bar mitzvah. Die zijn bar mitzvah mag vieren. Being declared a man. En hij wordt verklaard over hem, hij is nu een man. He gets lost in the tabernacle. Hij verdwaalt in de tabernakel. He understands the principle of Passover. Hij begrijpt het principe van Passover. And what is he busy doing? En waar is hij druk mee bezig? He's setting the pattern for his ministry of 30 years. En daarmee zet hij het patroon voor zijn bediening van 30 jaar. It'll be years later before he actually starts. En het wordt pas jaren later voordat hij er echt mee begint. But you see, he applied the principle. Maar je ziet, hij heeft het principe toegepast. He said, I'm crossing over. Hij heeft gezegd, ik steek over. Into manhood. In mannelijkheid. I'm going to be the priest. Ik zal de priester zijn. One of these days, John the Baptist, Johannes de Baptist, is going to baptize him. Die zal hem dan dopen. In the order of Melchizedek. Precies naar de orde van Melchizedek. And after he dies and is resurrected. En nadat hij is gestorven en opgestaan. He goes up to the real tabernacle in the heavens. Gaat hij naar de echte tabernakel in de hemelen. As the great high priest in the order of Melchizedek. Als de grote hoge priester in de orde van Melchizedek. So do you see that Passover isn't just this nice meal. Nou zien jullie dus dat Passover niet alleen maar een gezellig maaltijd is. Story about the lamb. En het gaat ook niet over het verhaal van het land. It's a story about you making a conscious decision. Het gaat over jou dat jij een gewetensvolle, vastberaden beslissing maakt die je leven wil veranderen. However, hoewel. It is attendance at the last feast that really stands out. Deelname aan het laatste feest. And it's what's recorded there that's important for us. Wat er staat opgeschreven daarover, dat is heel belangrijk voor ons. Yeshua goes to celebrate this Passover before he goes to the cross. Voordat Yeshua naar het kruis gaat, viert hij eerst Passover. In Mark 14, verses 12 to 19. Markus 14, 12 tot 16. He has the Passover and his disciples ask him. Hij is aan het vieren en dan vragen de discipelen aan hem. Where will you go to prepare the meal? Hij gaat het vieren. Hij zegt, waar zullen we de maaltijd voorbereiden? Yeshua makes a declaration. En dan geeft Yeshua een verklaring. I'm celebrating the victory of crossing over. Ik vier nu al de overwinning van het oversteken. Fully and completely. Volledig. Over the kingdom of darkness. Over het koninkrijk van de duisternis. And he declares a partnership with you and me. En hij verklaart daarmee een partnership. Maatschap met jou en mij. He tells us, he gives us the Holy Spirit. Hij vertelt ons dat hij ons de Heilige Geest geeft. To ensure that you can overcome the battles in your own life and in the life of your city and your country and the world. Om jou ervan te verzekeren dat jij de strijd in je eigen leven en dat van je familie, van je stad en van je land zal kunnen halen. You see, we have the authority. Die vanuit die overwinning kan leven. It's about understanding what it means. Je hebt die autoriteit gekregen, nu moet je alleen nog begrijpen wat het betekent. Amanda has spoken to you about the principle of physical and spiritual. Oké, Amanda heeft al uitgelegd het principe van fysiek en geestelijk. And I'm not going to go into that any more than what she's already said. En dan ga ik niet meer herhalen wat zij heeft gezegd. He says, keep the feast in the physical. Maar ze zegt, hou in de fysieke wereld de feesten. See, as I do this in the physical. Terwijl ik dat namelijk uitvoer hier op aarde. As I eat that matzah for the 7 days. En ik eet 7 dagen die matzes. It forces me to think about things. Het dwingt mij eraan om eraan te herinneren. Am I on this side of the Jordan? Sta ik aan die kant van de Jordaan? Or have I properly crossed over? Of ben ik al helemaal overgestoken? Am I standing in the middle of the river? Sta ik ergens een beetje in het midden? Where am I? Waar sta ik op dit moment? And so we need to look at this carefully. Dus we moeten echt voorzichtig hier naar kijken. And so on the day of preparation, Pilate writes this inscription. Dus op de dag van de voorbereiding schrijft Pilatus dit op. Yeshua, king of the Messiah. Yeshua, Messias, koning. So in order to interpret the physical and transform the meaning to the spiritual. Dus om in staat te kunnen zijn om het fysieke te kunnen vertalen tot iets geestelijks. You and I have to understand that we're supposed to be bringing an offering. Moeten jij en ik goed begrijpen dat wij worden geacht om een offer te brengen. Of our lives. En dat is met ons leven. You see, we are called to be warrior priests. Want zie je, wij zijn geroepen om soldaat-priester te zijn. Mandy said to you earlier, we are the firstborn. Nou, zoals eerder gezegd, de eerstgeborenen zijn geroepen om te werken in de tabernakel. Every single person that accepts Yeshua HaMashiach. En iedere persoon die Yeshua als Messias aanvaardt, als zijn persoonlijke redder, becomes firstborn. Wordt eerstgeborene.
Male or female. Ongeacht man of vrouw. Jew or Gentile. Jood of niet Jood. Free man or slave. Vrij of slaaf. You a firstborn. Je bent een eerstgeborene geworden. And there's an expectation of a firstborn. En de verwachting op een eerstgeborene. To be a set apart nation of priests. Is om een apart gezette natie van priesters te zijn. But while we set apart priests. Maar terwijl we die apart gezette priesterlijke geslacht zijn. In Numbers 1 it says. Number the people over 20 years old. Nummer 1 staat, ga tellen alle mensen van 20 jaar en ouder. Who are ready to go to war. Die klaar zijn om te strijden te trekken. So you see my word. Dus je ziet mijn woord. My purpose. Nee, mijn wereld, mijn is doel. To be a priest. Is om een priester te zijn. In this tabernacle. In deze tabernakel. Worshiping God. God aanbidden. But ready at any moment. Maar gereed om op elk moment. To turn around and go to war. Om te draaien en de strijd aan te gaan. We have a wonderful example of Nehemiah. We hebben een prachtig voorbeeld in Nehemia. He goes back to build the walls of the city. Hij gaat terug om de muren van de and stad op te bouwen. Everyone, en hij zegt tegen iedereen. You build the wall of the city where you live. Jullie gaan dat stuk van de muur opbouwen daar waar je leeft. Go and wonder how they did that. Ik vraag me af hoe ze dat deden. You see, because they're supposed to have the sword in one hand. Kijk, op de ene hand zijn ze worden ze geacht om het zwaard in hun handen te and hebben. And they must mix concrete. En aan de andere kant moeten ze een beetje cement gaan roeren met die andere hand. And bricks. En de stenen gaan and they must metselen. Lay them. While they're putting a straight line here, en terwijl ze een rechte lijn proberen te metselen. And looking here, moeten ze om zich heen kijken met het zwaard er in hun hand. Have you been to Jerusalem? Zijn jullie wel eens in Jeruzalem geweest? You see how crooked those walls go. Heb je gezien hoe schots en scheef die muren staan? So you know where they were mostly. Dus je kan wel zien waar ze voornamelijk mee bezig waren. They were mostly warriors. Ze waren voornamelijk strijders. Following the idea. En dat idee volgden ze. Right, flesh versus spirit. Nou. Vlees versus geest. 1 Corinthians 15 verses 45 to 49. In Corinthians 15, 45 tot 49. You've heard it already, I'm not going to go there. Ik weet het al. Paul tells us. Paulus vertelt ons. This is how you keep the feast of Passover. Zo moet je het feest van de Passover gaan vieren. He's telling you. Hij vertelt jullie. You must keep the feast of Passover. Jullie moeten het feest van Passover gaan houden. But watch his words. 1 maar Corinthians. Let goed op zijn woorden. Wat staat 5, in 1 Corinthians 5 tot 8? Therefore let us celebrate the feast. Laat ons daarom het feest vieren. What he's doing? Nou, wat hij doet. Sjoch. Okay, I'll just explain it to you. Ik ga het gewoon even uitleggen. I left out the verse. Ik heb het niet he opgeschreven. Says, let us celebrate the feast. Hij zegt, laat het ons vieren. But what does he say? Maar wat zegt hij dan? He says, take out the malice. Hij zegt, haal het zuurdeesem. And the wickedness. En eigenlijk de zwakte. And the gossip. En al je roddel. And all the other rubbish. Je kwaadheid en alle rommel. That's in your heart. Die nog in je hart is. And replace it. Vervang het. With sincerity met oprechtheid and truth en waarheid and the fruit of the Holy Spirit en de vrucht van de Heilige Geest. Do you understand why this warfare is so important? Begrijpen jullie waarom deze oorlogsvoering zo belangrijk is? You see, eating the bread for 7 days is too little. Want weet je, alleen maar het brood 7 dagen eten, dat is niet voldoende. Because in these 7 days we see, but I'm horrible here, I gossip there, I don't tell the truth here. We moeten onszelf gaan onderzoeken in die 7 dagen om te zien waar we allemaal nog vreselijk zijn en lelijke dingen doen en roddelen en nadenken. And you make this decision, I want to be clean and holy. En dan moet je bij jezelf tot het besluit komen, ik wil gewoon schoon zijn en heilig. But 3 months later. Maar 3 maanden later. We've been eating that night. Bread that you get in Holland. Dus we hebben dat lekkere brood. But it's got the bread that you get in Holland. Oh, we eten dat lekkere brood hier wat we in Nederland krijgen. Yeast in it. Maar het zit vol met gist. It makes you fat. Het maakt je ook dik. Makes you buy a duck. And maak je buy a duck. Het maakt je dik, ja, vet. Yeah. And the reality is, we've forgotten that. Maar we zijn eigenlijk alweer vergeten. And so later on in the year, we start gossiping again. Wat we and hadden we besloten. Start lying again. En we beginnen eigenlijk. You we see, gaan spiritual weg. Warfare is not a one-time thing. I must be applying these principles every day of my life. Ja, dus we zijn die tijd van de mat is alweer vergeten. We beginnen weer te roddelen en na te denken, na te handelen. Maar het feit is, we moeten die principes van reiniging elke dag in ons leven toepassen. But Passover says, have I made this change? En bij Passover wordt gevraagd, heb ik die verandering gemaakt? So Joshua does this preparation. Zo, terwijl Joshua zich voorbereidt. And then the journey starts. Begint daarna de strijd. And remember, what was the goal that he was given? En wat was het doel ook alweer dat ze gegeven waren? Get rid of the riffraff and dandruff in the land. Zorg dat je van dandruff, van de... Het
It's the saying I use. The Canaanites, the termites and the other ites. Okay. Oh, all the ites. Ja, oké. Nou, al die ieten, die moet je allemaal uit het land krijgen. And build a tabernacle where I can come and stay. En bouw een tabernakel waar ik kan komen om te verblijven. So that's their goal. Dat is dus hun doel. But they will use this time of crossing over. Maar deze tijd terwijl ze oversteken gebruiken ze. To build a stone altar of 12 stones. Een stenen altaar te bouwen van 12 stenen. Do you have an altar for your family? Heb jij voor je familie al een altaar gebouwd? Have you made sure that all the men are circumcised? Heb jij ervoor gezorgd dat alle mannen besneden zijn? We can do it cheaply. I've got a special price for you. No, I'm joking. Ik wil voor een speciaal prijsje jullie wel helpen, maar het is een grapje. You have to be circumcised in the heart. Je moet in je hart besneden zijn. In the mind. En in je hersens. In your emotions. In je emotie. Do you really reflect who God is? Reflecteer je echt wie God is? Okay. So they keep Passover on the 14th day of the month. Dus op de 14e dag van de maand vieren ze het Passoverfeest. Exactly as God told them 40 years earlier. Precies zoals God ze 40 jaar eerder gezegd had. And then they keep the feast of unleavened bread. En dan het feest van ongezuurde broden. And so what happens for the next 7 days? En wat gebeurt er dan die volgende 7 dagen? On the feast of unleavened bread. Op het feest van de ongezuurde broden. They march around Jericho. Dan marcheren ze rondom Jericho. It's not about a wall of stones. Het gaat niet om stenen. It's about what is in your heart. Maar het gaat om wat is in jouw hart en in jouw leven. Which doesn't fit with God's plan. Dat niet past met Gods plan. And this feast says that you must march around whatever that is. En dit feest zegt loop for 7 days. Om alles wat er maar nog mis is voor you 7 dagen lang. Focused. Geconcentreerd daarop. And it's only on the 6th day that we hear the shofar blowing. Want pas op de 6e dag horen we de shofar blazen. On the 7th day. En op de 7e dag. You're supposed to shout because you're taking the victory over everything that's in your life. Word je geacht te schreeuwen omdat je dan de overwinning gaat nemen op alles wat er nog maar speelt in jouw leven. There's the verse in Joshua 6 verse 15 to 17. Joshua 6 15 tot 17. It's exactly what I told you, so we're not going to spend much time on it. Gezegd heb, dus ik zeg het niet meer. But note the order on the 7th day. Maar zie de volgorde op de 7e dag. They marched around. Toen liepen ze eromheen. 7 times. 7 keer. And then they blew the trumpet. En toen bliezen ze op de trompet. And what happened after that? En wat gebeurde er daarna? The walls of the city fell down. De muren In other words, van de stad vielen naar beneden. Your victory will be guaranteed. Met andere woorden, het is een garantie voor jouw overwinning. Now you see this coincides exactly with the 7 days of unleavened bread. Nou zie je, dit past exact op het feest van met 7 dagen van de ongezuurde broden. In fact, the 7th day is the Shabbat day. In feite, die 7e dag is een Shabbat. What's more important is if we keep this process. Wat nog belangrijk is, als wij dit proces gaan volgen. About every enemy that's coming against you in this world. En het hanteren tegen elke vijand die in deze wereld tegen jou the komt. The walls of that enemy will fall. Dan zullen de muren van die vijand vallen. Slight detour. Nog eventjes een tour. Many of us are living in places where God does not reign easily. Vele van ons leven op plekken waar God niet makkelijk aan de macht is. We live in towns where there's not a church that's really Bible believing. Misschien wonen we wel in een stad met een kerk die niet echt bijbelgetrouw is. Where there's not a congregation which is truly flowing in the Spirit. Of waar niet echt een plaats sprake is van een gemeente die opereert in de geest. And we go there for better job opportunities or whatever the reason might be. En we gaan daar naartoe want we willen misschien naar die stad omdat we een betere baan willen vinden. But what God shows us in the story of Passover is that you and I must choose our place of residence. Maar wat God ons laat zien in het verhaal van Passover is dat jij en ik, wij moeten heel zorgvuldig uitkiezen die plek waar wij willen gaan wonen. You see, when the children of Jacob were sent down to Egypt. Want zie je, toen de kinderen van Jacob naar Egypte werden they gestuurd. They were taken to the land called Goshen. Werden ze gebracht naar het land genaamd Goshen. They could have stayed in Egypt. Ze hadden ook in Egypte kunnen blijven. Where the masses would stay. En daar heb je echt de massa's. Where the world says. Where the world reigns. Oh, waar de. Oh, I don't get it. Where the world, the rest of the, oh, the, where the world the system. World, the world, waar de wereld regeert. And where the pagan system reigns. En eigenlijk het goddeloze systeem heerst daar. It's a place where people have common values, interests and beliefs. En mensen zijn het er allemaal met elkaar eens in met hun welke waarden ze delen en waar ze voor gaan. But those values don't fit with the plumb line. Maar die maatstaven passen niet bij het paslood wat God voor ons in gedachten heeft. We have governments. Wij hebben regeringen. And I'll talk just about ours, but I would guess. Ik praat nu even over die van ons, maar your government is no different. Neem aan dat die van jullie niet anders is.
We have changed and put humanistic laws in place. We hebben echt kettingen veranderingen gemaakt en echt humanistische wetten ervoor in de plaats gezet. Which are absolutely contradictory. En zijn volledig tegenstrijdig met wat God wil. To the plumb line of the world. To the plumb line of God. Ja, met de paslood van God, de wetten die gemaakt zijn, die gaan er recht tegenin. And so you must understand that while I'm staying in this community. Dus je moet goed begrijpen, terwijl ik in die gemeenschap verblijf. Those laws are affecting me. Die wetten hebben effect op mij. And so if I live with people who believe like that. Dus als ik met mensen omga en leef die daarin geloven. And talk like that. En daar ook over praten en zo praten. They'll start to influence my beliefs. Dan gaat het toch invloed hebben op mijn geloof. And I will compromise. En dan ga ik misschien ook geleidelijk aan compromissen sluiten. And then I start down the road of looking for a snake. En dan ga ik misschien de weg op en ontmoet ik met een slang. So it's critical. Dus het is echt van cruciaal belang. That you and I find like-minded people. Dat jij en ik gelijkgestemde mensen vinden. We don't have to believe exactly. We hoeven niet exact hetzelfde te geloven. For heaven's sake, we don't have to believe exactly the same. Gaat het daar niet om dat we allemaal exact hetzelfde geloven? If you believe in Yeshua, als jij in Yeshua gelooft, then you and I have major common ground. Dan hebben wij de grootste verbinding, overeenkomst die er maar zijn kan. If you believe in the power of the Holy Spirit, als jij gelooft in de kracht van de Heilige Geest, we have bigger common ground. Dan hebben we nog grotere gezamenlijke grond. If you believe in spiritual warfare, we have bigger common ground. En als jij ook gelooft in geestelijke oorlogsvoering, hebben we nog meer gemeenschappelijk. If we're going to debate whether you must keep Shabbat or not, als wij erover gaan discussiëren of je wel of geen Shabbat moet houden. I'm not really gonna have a fight with you. Ik denk niet dat ik ooit met jou ga oorlog There's voeren. Huge common ground. Want maar is de grote gemeenschappelijke grond die hebben we al. And therefore, if I'm in a community where there's huge common ground. Dus als ik in een gemeenschap verkeer waar echt een grote gemeenschappelijke deler is, dan bemoedigen we elkaar. Now this is important. En dit is zo belangrijk. What happens? God says to us. Wat gebeurt er? God zegt tegen ons. In fact, it's Yeshua that says to us. In feite, het is Yeshua die tegen ons zegt. He says to us, I've done what my father asked me. Ik zeg, ik heb precies gedaan wat mijn vader mij gevraagd heeft. I've kept all the commandments. Ik heb al zijn opdrachten uitgevoerd. Interesting, he said, I kept all the commandments. Hij zegt, interessant, ik heb alle geboden gehouden. And he says, I'm now going to the father. Hij zegt, ik ga nu naar de vader. And then he says, you must do what I did. En dan zegt hij, jij moet doen wat ik heb gedaan. But I'm telling you this. Maar ik vertel je dit. You are going to face trials and tribulations. Je gaat echt onderdrukking en testen en moeites tegemoet komen. We're going to have battles. We zullen strijd gaan krijgen. So let me go back to Egypt. Dus ik ga weer even terug naar Egypte. So here's Egypt. Daar is Egypte. Here's the land of Goshen. En hier is het land Goshen. When God starts to judge. Als God begint met het oordelen. Their trials and their tribulations. En er komen allemaal verzoekingen over het land heen. In this story we call it plagues. In dit verhaal noemen we het dan de plagen. The first three plagues. De eerste drie. Happen in Egypt. Die gebeurde in Egypte. But also in Goshen. Maar ook in Goshen. But you see after that. Maar daarna. The other seven don't touch us. Die andere zeven raken hen niet aan. Do you understand that if I'm keeping the principle of Passover, I understand it. Als je dus het principe van Passover gaat houden, je begrijpt het, je hebt er inzicht in. And I'm like-minded. En je stemt ermee in. Then I'm going to be blessed by God. Dan zal God je zegenen. And so part of what we must understand. Dus een gedeelte van wat we moeten begrijpen. Is that God has joined with Israel. Is dat God zich verbonden heeft met Israël. And he's giving them ultimate protection. En hij heeft hen echt de ultieme bescherming gegeven. And he says from them the blessings will go. Hij zegt van hen uit zullen de zegeningen gaan. And so I must make sure that my thoughts. Dus ik moet ervoor zorgen dat mijn gedachten, mijn hele mindset is aligned with the principles. Dat die is exact uitgelijnd met de principes. That God has in Israel. Die God met Israël heeft. The principles. Principes. I'm not talking about the government. Ik heb het even niet over de regering. And some of the decisions they make. En over bepaalde beslissingen die I'm zij not maken. Approving all the decisions en ik they make. Ben het ook helemaal niet eens met alles wat zij besluiten. Because many of their decisions are not aligned with God. Want veel van hun besluiten die zijn niet in paslood met But Gods I look at Israel. Woord. Maar ik kijk naar Israël. And let me bring this in real context now with en ik ga het nu even heel concreet vanuit hier en nu brengen. If my statement is true. Als wat ik beweer waar is, then we see confusion in the world. Dan zien we op dit moment wel veel verwarring in de wereld. Then I would expect to see confusion in Israel. En als ik dat in de wereld zie, dan zie ik dat verwacht ik ook te zien in Israël.
En wat hebben we? We have total confusion. We hebben volledige verwarring en chaos. We have a general election. We hebben een algemene verkiezing. Where one party wins almost 50% of the votes. En één partij die wint bijna 50% van de stemmen. But because a whole lot of other little people come together. Maar omdat allerlei andere kleine mensen samenkomen. They run the government. Zij besturen de regering. And what do we have now? En wat hebben we nu? We have compromise. We hebben allerlei compromissen. And confusion. En verwarring. And people don't know what to do. En mensen weten niet meer wat ze moeten doen. So when I say, look at Israel. Dus als ik zeg, kijk naar Israël. I see confusion. Daar zie ik dus verwarring. I look at the world. Kijk naar I de see wereld. Confusion. Dan zie ik ook verwarring. So we must understand that God's blessing will flow in the principle while we do what He wants. Dus we moeten begrijpen dat de zegen pas gaat komen wanneer wij wandelen in de principes zoals God wil dat we daarin wandelen. Dan volgen de zegeningen. So if we apply the warfare principle amongst the nation of the Goshen. Dus als wij het oorlogsvoeringprincipe gaan hanteren in het land Goshen, we'll be protected, dan zullen we beschermd worden. And you and I will thrive, revive and prosper. En jij en ik zullen bloeien en overwinnen en vruchtbaar zijn. Even if we have COVID for 2 years. Zelfs al zou er 2 jaar COVID zijn. And even if the economy is messed up for en ook al gaat de economie helemaal op de fles. Because God will find a way to bless us. Want God zal een weg vinden om ons te zegenen. Okay. God says He puts a mark of distinction between you and the rest of the world. God zegt Hij doet een teken van afscheiding, een selectie op ons. He says those who keep Passover, the principles of Passover. Hij zegt degene die Passover houden, die pas de principes hanteren. I will bless you. Die zal ik zegenen. And I will curse those who curse you. En ik zal zelfs vervloeken degene die jou vervloeken. And all the families of the earth will be blessed. En al de families op de aarde zullen gezegend worden. Now back to the story of first fruits. Even terug naar het verhaal van de eerste vruchten. Oh, we must get to the end day someday. The following day. Volgende dag. The people were called to collect gold and silver for the tabernacle. Was aan het volk gevraagd om al het goud en zilver te verzamelen voor de tabernakel. And they bring a first fruits offering of something they did not produce. En ze hebben een offer gebracht van eerste vrucht van iets wat ze niet zelf hebben geproduceerd. So they bring that which they took. Dus ze hebben eigenlijk gebracht datgene wat ze genomen from hebben. From the people of Egypt. Van het volk van Egypte. Taking Jericho. Nou, nemen we weer terug Jericho. Opens the door for building and making a spiritual tabernacle in Jerusalem. Als we Jericho nemen, dan openen we de deur om een geestelijke tabernakel te bouwen in Jeruzalem. Keeping the feast of unleavened bread in the physical. Als we fysiek beleven, uitvoeren het feest van ongezuurde broden. Takes you into the realm of spiritual warfare. Dat brengt ons vervolgens in de wereld van geestelijke oorlogsvoering. Dealing with the old man. Als we afrekenen met de oude mens. Takes you into the realm of the one new man. Dat brengt ons naar de wereld van de nieuwe mens. See, God wants us to become the one new man. Want God wil dat wij die ene nieuwe mens worden. 7 times Jericho and the 7 trumpets. Oké, 7 keer rond Jericho en de 7 trompetten. I said to you the focus of this feast of Passover and unleavened bread. Ik zeg nogmaals, de concentratie van dit feest van Passover en ongezuurde broden is to prepare us for the final battle. Is om ons voor te bereiden voor die uiteindelijke grote strijd. We must be ready for this last battle. Daar moeten we klaar voor gemaakt worden. And so we read in Revelation. Dus we lezen in Openbaring that the 7 trumpets must sound at the end times. Dat tegen in de eindtijd de 7 trompetten geblazen moeten worden. There's a direct parable. Er is een directe verbinding, parabel. In the 7 days of trumpets in Revelation. In de 7 dagen van trompetten of shofar in de Openbaring. And that which Joshua and the people did around Jericho. Is verbonden met wat Joshua deed en zijn volk rondom Jericho. In both these events. Want in beide gebeurtenissen. We see that the city walls fall. Zien we dat de muren van de stad vallen. And the people are defeated. En dat de mensen worden verslagen. Joshua 6 verse 20. Joshua 26. The people shouted. Het volk schreeuwde. The trumpets were blown. De trompetten werden geblazen. The people heard a great shout. En zo, de mensen hoorden een groot gejuich. And the wall fell down flat. En de muren vielen helemaal in elkaar. Here's the corresponding verse. En hier is het vers wat er eigenlijk zo oppast. There's the first fruit. Daar heb je dan de eerste vruchten. They burnt everything. En ze hebben alles verbrand. And they took it to the house of God. En toen namen ze het mee naar het huis van God. Okay. End times. Eindtijd. I want this Babylon. Mm-hmm. Revelation 18 verse 2. Openbaring 18 vers 2. And he called out with a mighty voice. En riep met een machtige stem. Fallen, fallen is Babylon the great. Vallen, gevallen, gevallen is Babylon de grote. And this is the result of the 7 trumpets that must be blown one after another in sequence. En dit is het gevolg van de 7 trompetten die geblazen moeten worden achter elkaar in die volgorde.
Revelation 11 verse 15. Openbaring 11, 15. And the angel blew his trumpet and there were loud voices in heaven saying. En de zevende engel blies op zijn trompet en een luide stem in de hemel die zei. The kingdom of our Lord. Het koninkrijk van onze Heer is gekomen. And he shall reign forever. En hij zal regeren voor altijd. And here's the amazing thing. En hier is het verbazingwekkende. Everybody is talking about the sign 666. En iedereen heeft het over het teken 666. And they tell me if I've taken the jab, then I'll have a sign. En ze vragen of ik het teken heb genomen. And I'm telling you that they can do what they like. En ik zal je zeggen, ze kunnen doen wat ze Because maar willen. I'm keeping these feasts. Want ik ga me houden aan deze feesten. I'm keeping the principle of Passover. En ik houd me aan het principe van de Passover. I'm doing the spiritual warfare to cleanse my line, my legacy, my family. Ik blijf geestelijke oorlog voeren om mijn lijn en mijn familie en mijn erfenis te reinigen. And I'm making sure these principles. En ik zorg ervoor dat deze principes are applicable in my life. Dat die toepasbaar zijn in mijn leven. Sure, I make mistakes. Oké, ik maak fouten. But then I repent and I make right. Maar ik heb berouw en ik zet het recht. You see, spiritual warfare is about me making right all the time. Want kijk, geestelijke oorlogsvoering, zodat je continu de dingen blijft rechtzetten. So any moment in time, zodat elk moment in if de God tijd, would come, als God terug zou komen, he'd find me to be a priest that is clean and holy, dan zou hij vinden dat ik ben een priester die schoon is en heilig. But with a sword in my hand. Maar met een zwaard in mijn hand. And he says this, hij zegt dit. If you keep this feast, als je deze feest houdt. We'll experience this fantastic idea. Ga je dit fantastische idee beleven? God says he puts a sign on your forehead and on your right hand. God zegt er zal een teken plaatsen op je voorhoofd en op je rechterhand. That will be your ultimate protection. En dat zal jouw intieme protectie zijn, ultieme protectie. And you find it? En je vindt het? I didn't write it down. I'll get it for you. He has a little nugget. Nog een klein. In Hebrew. In het Hebreeuws. Every letter has a meaning. Weet jullie, elk letter heeft een This betekenis. This is the letter Tet. It's the letter Tet. And it's the form and the picture of a snake. En je ziet dat de vorm heeft en het beeld van een slang. Recall what I said about being called to war. Nou, je weet nog wat ik heb gezegd over het geroepen zijn om voor de oorlog. Moses is about to be commissioned as the general that will go to war. En Mozes is aangesteld als de generaal die leidt in oorlog. He's wandering around there in the wilderness. Hij loopt daar in de wildernis. Chasing a couple of sheep around. Hij let op een paar schapen. And suddenly he sees this bush that starts to burn. En dan ziet hij plotseling die struik die begint in vuur en vlam te staan. And as he comes near, he wants to understand what it is. En terwijl hij dichterbij loopt, omdat hij wil begrijpen wat dat is. And suddenly Yahweh, God speaks out of the bush. En plotseling spreekt God uit die struik. And he says to Moses. En hij zegt tegen Mozes. What is in your hand? Wat is er in jouw hand? What is in your hand? Wat is in je hand? It's interesting. Moses will answer a staff. En Mozes zegt ja, een staf. In Hebrew the word is matah. En dat in het Hebreeuws betekent dat mata. And what you do is you take the M, the T and the H. En als je die M, die T en die H pakt. That's how you spell mata. Zo spel je dat. But that word also means what. Maar dat betekent ook wat. When Moses looks at the staff. Dus als Mozes naar die staf kijkt. He looks at the tet. Kijkt hij naar de tet. And he throws the snake down. En hij gooit de slang neer. You see, this is a picture for you and me. Kijk, het is een beeld van jou en We mij. We have to be looking at what's in our hand. Wij moeten kijken naar wat er in ons hand is. This is the moral. En dit is het model. You and I have carried things around with us for years. Weet je, jij en ik, we hebben jarenlang dingen met ons meegesleept. Wounds, hurts. Wonden, zeer. Unhappiness. Ongeluk. Unforgiveness. Onvergevensgezindheid. We've carried these things around for en dat years. Dragen we al jaren met ons mee. If we walk down the road, en als we dan onze weg and we gaan see aflopen, the people coming on this side of the pavement, en we zien mensen aan die kant van de we straat, suddenly cross over to the bakery on this side, dan although lopen, we didn't want the bread. Lopen we stilletjes even naar de overkant, want we willen die mensen niet ontmoeten. You've carried these feelings, these emotions, these hurts for so long. En al dat soort gevoelens en emoties die heb je al zo lang binnenin je. They become friends of yours. Die zijn eigenlijk een soort vrienden van They je geworden. They welcome to stay with you. En ze mogen gerust bij je blijven. You're comfortable to have them around. Je bent er gewend geraakt om die gevoelens te hebben. Many of these things. Veel van deze dingen idols in our lives. Zijn eigenlijk afgoden geworden in ons leven. We focus on them. En daar concentreren we ook we ons speak op. About them. We spreken erover. Every time I meet you, you tell me about en elke keer als ik spreek, heb je het erover. See, God is saying to you, you have to go now. And ja. Think about what is in your life. God zegt, denk aan wat er in je leven is. Ik zal wel iets hebben. Wat drinken, anders gaat het niet goed. Maar ik kan wel doorpraten hoor. Oké. Okay. Must be a sign. Oh no. My interpreter has gone away. No. So now I can say what I like.
All right. Thank you, Patricia. We've grown comfortable with these things. We like them. We houden eigenlijk wel van. We need to throw them away. Maar die moeten we overboord gooien. See, this is the principle here. Dit is het principe hier. If you and I carry these things with us, als jij deze dingen bij ons blijft dragen, we are unclean. Zijn we onrein geworden. We can't be priests. Dan kunnen we geen priester zijn. And we can't go into battle. En we kunnen ook niet te strijden trekken. Because you see, while you keep them, want kijk, terwijl je die dingen koestert, you have some of the DNA of the serpent in your life. Heb je nog iets van het DNA van de slang in je leven? And you need to remove it. Paul calls. En dan moet je echt los van komen. That Paulus zegt, the old man. Hij noemt die slang de oude mens. And he stands up as often as he can. Hij staat op zo vaak als hij maar kan. If you hold on to the man too long. Hij zegt, als je te lang die oude mens vasthoudt. If you hold on to your pride. En als je trots vasthoudt. Your way of doing things. En het moet allemaal op jouw manier. Your will. En jouw wil is belangrijk. For too long, en als het te lang zo is, you become the serpent. Dan word je zelf die slang. And you inherit the curse of the serpent. En dan ook erf je de vloek van de slang. And it will drag you down so that you crawl on your belly. En het zal je naar beneden trekken totdat je ligt op je buik. When you listen to God's commandments, als je luistert naar Gods geboden, get rid of Jericho and the serpent in your life. Zorg dat je afkomt van Jericho en de slang in je leven. You'll be empowered. Dan word je bekrachtigd. With the authority of God. Met de autoriteit van God. To reveal. Om te openbaren. God and His glory. God en zijn glorie. To your family. Aan je familie. To your friends. Aan je vrienden. And let me tell you this. En laat me dit vertellen. The interesting thing that we will see as a parent. Het interessante dat we zullen zien als ouder. I can tell my children as much as I want to. Ik kan mijn kinderen zoveel zeggen als ik maar wil. Give them as many rules as I can. En ik kan ze zoveel regels voorschrijven als ik maar wil. But they. Maar zij. Will do what I do. Zullen exact doen wat ik doe. Amen. Amen. Amen.